Afgelopen maandag liet de minister van Financiën, dat is tegenwoordig Jan Kees de Jager, weten dat Gerrit Salom aan kon blijven als topman van ABN AMRO. Hij zei dat, dat de reputatie nog steeds van de topman goed was. En dat was naar aanleiding van twee rapporten. Namelijk een van de Autoriteit Financiële Markten, een van de Nederlandse Bank. Die spraken elkaar een beetje tegen. En daarom dachten we, het is handig om Gerrit Salom zelf uit te nodigen en te vragen wat hij daarvan vindt. We gaan het straks over die rapporten hebben. Ook met Peter Paul de Vries, die hier is aangeschoven, onze sociaal-economische deskundige. Maar laten we eerst even bij het begin beginnen, meneer Salom, als u het goed vindt. En dat is juli 2007. Toen vertrok u naar de DSB. U had een geweldige reputatie als minister van Financiën in Nederland, ook internationaal. En u ging naar een bank met een slechte reputatie. Zegt u met de wijsheid van nu, dat had ik beter niet kunnen doen? Nee, ik vond het destijds de moeite waard. Ik deed het toen aanvankelijk voor 2 dagen in de week als adviseur. Want ik realiseerde me dat als je van een bemiddelingsbedrijf, een eenmanszaak overgaat naar een echte bank, dat er dan heel wat moet gebeuren om dat proces goed te laten eindigen. En ik dacht daar een rol in te kunnen spelen. Ja. U hebt zelfs gesolliciteerd, hè? Nou, hij had me eerder uitgenodigd en daar ben ik op een gegeven moment ook teruggekomen. Ja. En, ik vond het ook leuk, ze hadden als doel een echte consumentenbank te zijn. Het is ook nog een bank in West-Friesland, daar kom ik vandaan. Een beetje een luis in de pels van de grootbanken, dat sprak me ook wel aan. Maar u was minister van Financiën, u had al wat vernomen over de verkoopmethodes van de DSB-bank. Nee, ik wist zeker dat daar dingen verbeterd moesten worden. En daar zag ik ook wel een rol voor mezelf. Zo kun je het ook zeggen. Je kunt ook zeggen, daar, naar zo'n bank wil ik niet toe. Daar ga ik mijn reputatie niet voor te grabbel gooien. Nee, dat was niet mijn overweging. Ik vond het interessant om te kijken of je die bank echt tot de beste consumentenbank van Nederland kon maken. Zat er ook iets in van, ach, het is een paar dagen in de week, ik verdien een hoop geld, we zien wel wat er verder nog langskomt en langzamerhand vullen we wel weer een mooie portefeuille? Nee, ik had inmiddels meer aanvragen dan ik kon honoreren. Ook voor commissariaten. Ik had ook al een paar andere functies, internationaal, deels nationaal, pro deo en deels betaald. Dus ik had een leuke portefeuille. Ja. Goed, maar u was geen bankier? Vraag naar de Rabobank, hè? Ja, de Rabobank ben ik. Schijnt volgens de kranten eerder dus voor gevraagd. Ja. En heb ik toen 9 opgezegd. Was het een klein beetje andersom dat u uzelf heeft aangeboden bij de Rabobank? Nee, zij zeiden nee. Nee, ik ben in destijds op het einde van Paars 2 ben ik volgens nieuwsberichten van toen ben ik daarvoor gepolst. Maar is dat niet zo dan? U zegt volgens nieuwsberichten. Nou ja, het is niet discreet om daarover te spreken. Maar u ontkent het niet? Ik kan niet die nieuwsberichten ontkennen. Nee. Nog even, want toen u daar naartoe ging, hè, en Paul al zei van toen stond de DSG-Bank al wel bekend als een bank met een, laten we zeggen, nogal smoezelige reputatie. Heeft u toen eigenlijk nog contact met de Nederlandse bank gehad? Ja. Ja. En hebben ze u ook iets gevraagd toen? Ik heb toen gevraagd van, kan het kwaad als ik daar die rol zou spelen? En toen is mij bericht dat het zeker geen kwaad kon. Hebben ze ook nog een boodschap meegegeven? Eerst was het als hoofdeconoom. Ja, als hoofd. We zitten nog niet als CFO, als financieel bestuurder aan tafel. Nee, de rol van CFO die kwam pas later. Want de Nederlandse bank had, ook vanwege de aankomende financiële problematiek op de markten, DSB-bank onder verhoogd toezicht geplaatst. Vervolgens stapte de CFO op, dus toen werd het toch wel echt financieel directeur. Ernstig, ja, de financieel directeur. En toen is er nogal wat aandrang op me uitgeoefend om in die problemen, om die rol omdat ze dachten, hij kan daar wat nuttigs doen. Nou, nee, dat ging wat verder. Er was een ernstige situatie. De Nederlandse bank maakte zich zorgen over de winstgevendheid, de kostenbeheersing, de liquiditeit, de solvabiliteit, de expansiedrift. Dus dat had volgens het rapport Scheltenaar, die schrijft dat ook, zou dan een stille curator klaarstaan. Dus als u daar niet naartoe was gegaan. Maar dat was toch fase 2? De eerste fase toch, ga je dat doen? Heeft u nou van tevoren al een soort onderzoek gedaan van, is dit wel een instelling waar ik normaal mijn werk kan doen? En die straks de reputatie die ik heb opgebouwd in 12 jaar hard werken als minister zomaar in 1 keer kan verspelen. Ja, daar heb ik dus advies ingewonnen bij Nederlandse Bank. Of ik daar in hun ogen ook een nuttige rol kon vervullen. Ik wist dat daar nog veel te gebeuren stond om de bank de goede kant op te brengen. En daar heb ik mij ook voor ingezet. De situatie verscherpte zich aanzienlijk. En toen de dreiging van een stille curator er was en de financiële crisis zich begon te ontwikkelen,
Ja, toen was het echt een moeilijke situatie. Nou, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je denken, nou ja, ik kan nu nog langs de achterdeur weg. Onder het motto, ik heb nu wat anders en dan ga ik er vandoor. Was dat een idee? Nee, bij mij is dat niet opgekomen. Ik vind dat je, als er een problematische situatie is, dat je dan ook de plicht hebt om daar je bij te dragen aan de oplossing. Want u wist toen al wel hoe groot het probleem was? Ja, ik kende die problemen inmiddels. Ja. Wist u bijvoorbeeld van de idiote provisies voor onnodige verzekeringen? Ik wist dat er hoge provisies werden gevraagd. Dat Bos later idioot hoge provisies noemde? Ja, dat is zijn uitdrukking. Dat was overigens niet ongebruikelijk in de markt. Er waren meer financiële instellingen die dergelijke provisies vroegen. Het was ook een model wat ik van meet af aan heb aangekaart, dat we daar zo snel mogelijk ook van af zouden moeten. Wist u van de veel te hoge hypotheken voor mensen die de aflossing in rente niet konden opbrengen? Er werden ook te hoge hypotheken verschaft. En daar heb ik dus ook het aan bijgedragen dat dat drastisch terug werd gebracht. Drastisch is geloof ik van 6,5 keer het salaris naar 5,5 keer het salaris. Nee. Kijk, als je kijkt naar de aantallen, de ontwikkeling van de hypotheek in verhouding tot het inkomen is een dramatische daling geweest, met name bij die hoge categorie. Boven 5,5, dat startte nog met 10% eind 2007. Het was tot 0,5% gereduceerd, tot een heel laag percentage gereduceerd aan het eind van 2008. Dus die kredietvoorwaarden zijn ook aangescherpt. Er is veel voorzichtiger in de kredietverlening gegaan, zowel in verhouding tot het onderpand als in verhouding tot het inkomen. Dus daar is een hele koerswending. Wist u van de incassopraktijken van DSB, waarbij de aflossing automatisch werd ingehouden van mensen hun loon? Ja. Wat vond u daarvan? Nou ja, je hebt twee mogelijkheden als iemand in gebrek is bij het betalen van zijn hypotheek. Je kan of zorgen dat er een betalingsregeling komt waardoor die het weer geleidelijk aan in kan lopen. Ja, dat is zeg maar de sympathieke methode. Nou ja, dat is bijvoorbeeld zo'n loonsessie. Of je kan zeggen, we gaan het huis geven aan een externe incassobureau en die gaan dan dat huis op een veiling zetten. Nou, het is de vraag wat dan de sympathieke methode is. Nou ja, die drie dingen die ik nu net noemde, hè, daar was u van op de hoogte. Ik was van op de hoogte. Die praktijken van DSB was u op de hoogte toen u daar naartoe ging? Ik was op de hoogte toen ik de CFO-post aannam dat er de nodige problemen speelden. Zowel gewoon in financieel opzicht, kosten, liquiditeit, solvabiliteit. Ook wat betreft de kredietverlening en de provisies. En ik heb ervoor ingezet en daar hebben we ook een grote draai gemaakt in dat jaar. Om de kredietvoorwaarden aan te scherpen. Om ook af te stappen van een model van provisies op verzekeringen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het gaat ook net om de vraag of u inderdaad voor die grote draai heeft gezorgd. Want daar worden door die rapporten over gehoord. Dat gaan we straks over hebben. Laten we eerst even kijken naar een van de handelaar in die producten die bij Nova, zij het anoniem, verslag deed. Zo nu en dan werd het me te veel. Ooit smeerde ik een echtpaar weer zo'n totaal overbodige koopsom aan van 45.000 euro. Dat was echt niet extreem, hoor. Toen ik wegging, werd ik enorm bedankt. Ze waren zo blij met de lage maandlasten. Onderweg naar huis zat ik huilend in de auto, want ik wist dat het helemaal shit was wat ik ze had verkocht. Dat soort dingen vertelde ik ook wel eens op kantoor. En dan zeiden ze, ah joh, voor jou 10 anderen. De afdeling verkoop was een geldmachine voor Scheringa en zijn mannen. Er werd alleen maar geld verdiend met die overbodige verzekeringen. En Hans van Goor heeft het allemaal bedacht. Natuurlijk wist Gerrit Salm dat ook. En Klaas Wilting. Ze wisten het allemaal. De vraag is, wist u dat? Nee, op die specifieke gevallen weet ik niet. Ik wist wel, en dat heb ik ook aangekaart al voordat ik CFO werd, dat zo'n model van hoge provisies op koopsompolissen, dat we daarvan af moesten. Je kan er wel lage rente bieden, maar als je dan je geld moet verdienen met één keer provisie op een hoge koopsompolis, dan is dat geen houdbaar model en het is ook voor de klanten niet goed. Dus ik heb aangestuurd op A, aanscherping van de kredietvoorwaarden, zodat je de mensen fatsoenlijk ook de terugbetaling konden doen. En B, op het afschaffen van dat model van provisies. Dat is als eerste financiële instelling, dat is het komische ervan, heeft DSB ook volledig de provisies op verzekeringen weggedaan. En is overgestapt op een fee-model voor advisering. Was er niet al een boete van de AFM toen ook, rondom deze kwestie? Niet rond de provisies, nee. Nee, want op zich is er geen beperking in de hoogte van provisie die je vraagt. Maar laten we even het beeld geven. Ik geloof dat in die 10 jaar, dat er toen voor 875 miljoen aan koopsompolissen verkocht is en dat daarop verdiend werd 422 miljoen.
Nou, die getallen die herken ik niet, maar er was een behoorlijke hoogte van provisies. Ja, hoge provisies. Dan komt u binnen bij zo'n commerciële instelling en dan zegt u, dat gaan we niet meer doen, zoveel verdienen. We moesten zorgen dat we de financiële crisis overleefden. Dat was natuurlijk mijn eerste opdracht. Dan zou je ook zeggen, dat moeten we juist wel verdienen. Ook vanuit de Nederlandse bank. En B, moet je ook zorgen dat je dat duurzaam kan doen. Dus je moet af van dat model waarin je eigenlijk subsidie creëert voor lage rentes uit hoge provisies van verzekering. Daar heb ik ook de collega's van weten te overtuigen dat dat een lijn was die we moesten volgen. Het was een model wat al 30 jaar werd gehanteerd. Dus dat heb je ook niet in één dag omgedraaid. En die koers is ook uitgezet. Ja, want de geestelijk vader is natuurlijk Dirk Scheringa zelf. Ja, het was een verdienmodel wat naar mijn oordeel niet houdbaar was. En dan zegt de AFM, die zegt, Scheringa en Van Goor die waren zo commercieel en Zalm heeft daar onvoldoende tegenwicht aan geboden. Ja. En ik heb ook nog steeds die reclames, de Beekamps, de Friesia's, dat is doorgegaan en doorgegaan. En ik kan me voorstellen dat je daar, als je daar als bestuurder zit, dat je daar zelf ook aan begint te ergeren. En dat je realiseert dat daar nog steeds verkeerde producten naar die klanten gaan. Nou, kijk, het zit hem niet in kredieten. Ik vind dat mensen die een conceptief krediet willen hebben, die kunnen dat bij iedere bank krijgen. En daar is op zich niks mis mee. En als je geen groot kantoornet hebt, dan moet je je bekendmaken via reclames. Die reclame vind ik niet het punt. Het punt is dat als je een verdienmodel hebt wat afhankelijk is van provisies op erbij verkochte verzekeringen, en dat ook nog in een eenmalige vorm komt, dat is niet houdbaar. En uiteindelijk, als je de beste consumentenbank wil worden van Nederland, dan kan je dus ook niet met dit soort hoge provisies. Maar Peter Paul schetst terecht dat er een situatie is waarbij twee bestuurders al heel lang met dit systeem werken. Daar komt Gerard Salm bij. En hoe gaat dat dan? Zegt Gerard Salm dan tegen Scheringa, stel Peter Paul is in dit rollenspel Scheringa. En zegt u dan, zegt Dirk, dat gaan we nou niet meer zo doen. Ja, en anders stap ik op, want ik wil daar mijn naam niet mee te grabben gooien. We moeten, dat is steeds mijn inzet geweest, dat we dat bedrijfsmodel moesten veranderen. En dat gold zowel voor de kredietvoorwaarden, dat je die zou moeten aanscherpen. Dat is ook gebeurd. En dat zie je ook terug gewoon in de cijfers. Ook Scheltema schrijft in een voetnoot, laat hij daar nog iets over zien. Dus dat is goed gelukt. Je moet als normale bank het hebben van je rentemarge. Het verschil tussen rente op uitlenen en rente die je geeft aan spaarders. En je moet niet afhankelijk zijn van die provisies. Dus we hebben toen uiteindelijk gekomen tot een model waarin de provisies helemaal zouden worden afgeschaft en er gewoon een fee voor het. Was dat uw idee, zegt u? Dat is binnen de Raad van Bestuur is uiteindelijk die conclusie getrokken dat die koerswijziging noodzakelijk was. Hoe was dan de rolverdeling met Scheringa? Want het beeld aan de buitenkant is, Scheringa's rol was, wil was wet. Hij bepaalde het daar en hij nam alleen discipelen aan die ja knikten. Ik kan in ieder geval vaststellen dat hij akkoord is gegaan om dat model wat al 30 jaar bestond te gaan wijzigen. En dat is een belangrijke stap voor hem geweest. Maar intussen gingen toch, meneer Zalm, die praktijken gewoon door terwijl u daar zat? Nee, er zijn ook in die tijd allerlei verbeteringen aangebracht. Er is een beslisboom geïntroduceerd waarin je tot een beter advies richting klant kwam. De mensen die adviseerden over hypotheken moesten allemaal gecertificeerd worden, zodat ze ook hun diploma hadden. De afhankelijkheid van rentemarges is groter geworden en provisies zijn in die periode ook al 30% afgenomen. Maar ook in uw periode heeft de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, boetes uitgedeeld, terwijl u daar gewoon zat. U heeft een brief gekregen van iemand die daar de dupe van was en die vertelt erover in de volgende instart. Aan het beleid van de DSB verandert onder Zalm weinig. Nog steeds worden mensen met lage aanvangsrentes verleid om veel voor een hypotheek te lenen en daarbij te dure koopsomverzekeringen aan te schaffen. Ze zijn pas gestopt met het verkopen van koopsomverzekeringen in april 2009, zeggen ze. Dat wil zeggen dat in heel 2008, onder leiding van Gerrit Zalm, die producten gewoon verkocht zijn. En hij wist het ook, want Zalm beantwoordde persoonlijk brieven van mensen die door plotseling verhoogde rentes in problemen kwamen. In deze brief laat Zalm een familie weten dat hun probleem zijn aandacht heeft, maar dat een antwoord nog wel even kan duren. Met andere woorden, het ging gewoon door. Ja, overigens ging deze brief, als ik me goed herinner, over iemand die een variabele rente wilde in plaats van een rente die één jaar vaststond. Maar goed, dat even terzijde. Nee, dat ging niet. Dat is niet van de ene dag op de andere dag gestopt. Wat wel is gebeurd. Maar mag ik u onderbreken?
Waarom is het niet van de ene dag op de andere gestopt? Waarom kon u die tegen Scheringa zeggen... je hebt mij gevraagd, ik heb deze reputatie... ik wil die reputatie graag houden... Ja. en we stoppen er morgen mee. Nou ja, dan moet het ook financieel verantwoord zijn. De bank moet niet omvallen. Dan moet je dus ook een ander verdienmodel op tafel hebben liggen... Mm-hmm. waardoor je wel overeind kunt blijven. Nou, daar is in de loop van 2008 is daar de conclusie getrokken... volgens dat het beste zou zijn om eigenlijk helemaal te stoppen met provisies... Dus helemaal geen provisies op verzekeringen meer te vragen... maar een vaste vergoeding te vragen voor advies. In combinatie met de normale rentemarge die je als bank maakt. Maar zegt en u, daar is uiteindelijk ook toe overgestapt. Zegt u, als ik dat meteen had gedaan... als ik meteen met de vuist op tafel was geslagen... was die bank onderuit gegaan? Als je te snel en te radicaal een bedrijfsmodel verandert... zonder dat je precies weet wat je doet... dan loop je grote risico's. Ja. Dat is toch precies wat de AFM zegt in dat rapport... namelijk dat u harder had moeten optreden. Nou ja, dat is de vraag. Mijn voorganger is met ruzie weggegaan. Mijn opvolger is met ruzie weggegaan. Ik heb daar dingen kunnen veranderen en verbeteren. Ik was nog niet klaar maar toen ik daar wegging. Waar hadden die ruzies mee te maken? Wat bedoelt u daarmee te zeggen? Dat de persoonlijkheid van Scheringa niet toelaat dat je zo'n affront maakt? Nou ja, ook in de politiek heb ik altijd... ben ik het meest productief geweest door mensen te proberen van te overtuigen... dat bepaalde dingen noodzakelijk zijn. Niet door elke keer met mijn portefeuille op tafel te leggen. En dat heb ik ook bij DSB geprobeerd. En daar ben ik ook in belangrijke mate in geslaagd. Door aanpassing, aanscherping van de voorwaarden voor krediet te realiseren. Scheringa en Van Goor die gingen ook mee in de conclusie... die ik al snel getrokken had. Dat we toch over moesten stappen op een ander model. Waarbij geen provisies op koopsompolis meer een rol zouden spelen. En dat is ook uiteindelijk doorgevoerd. Is er een moment geweest dat u wel met uw portefeuille heeft gezwaaid? Dat u heeft gezegd, en als het nu niet doorgaat of als dit nu niet gebeurt, dan stap ik wel op? Ik ben niet zo zwaar. Ja. En als je stap voor stap de goede kant op gaat, dan bereik je ook... Ja? Nee, ik heb geen... Daar heeft u niet mee gedreigd? Ik ben geen dreiger. Nee. Wat was nou de situatie? Is het nou zo dat er gewoon een collegiaal bestuur zat... dat langzamerhand de lijnen van Zalm volgt? Of waren er twee commerciële mensen die er heel erg hard aan trokken... om die verkoop te stimuleren? En dat Zalm in dat verhaal probeerde om een beetje een nette financiële lijn te voeren? Nee, ik heb uiteindelijk moest ook die verkoop worden beperkt... vanwege de solvabiliteit en liquiditeitsproblematiek. Dus dat was vrij hard voor de commerciële organisatie... dat er gewoon een rem werd gezet op het verschaffen van hypotheek. De financiële randvoorwaarden niets anders toestonden. En dat ook die kredietvoorwaarden moesten worden aangescherpt... zodat er een lagere hypotheek werden verschaft in verhouding tot het inkomen. Wij zijn zo benieuwd naar die sfeer die er is. Er is een man die heeft dat allemaal zelf opgebouwd. En daar kunnen we toch ook veel waardering voor hebben. Scheringa, die heeft het allemaal ooit zelf begonnen. Met de kennis van toen vonden we dat fantastisch. Met de kennis van nu kun je misschien denken... dat had hij allemaal vanaf meet af aan fout gedaan. Maar hij deed het. En het was zijn bank. En dan komt u en dan zegt u opeens... ik vind dat je het anders moet doen, want je doet het eigenlijk al 35 jaar niet goed. Ja. Dat is niet eenvoudig. Nee, en wat is er dan voor sfeer? Want die man is gewoon de baas. Die kan ook zeggen, ja, ga maar weg, Gerrit. Als je je collega's ervan te weten overtuigen... dat dit op den duur niet houdbaar is... dan krijg je ze ook mee in die veranderingen. Zullen we kijken naar een foto van u? Een hele beroemde foto geworden van u en Scheringa. Dat is deze. Misschien, Mike, misschien kun jij daar... je hebt ervaring met dat soort werk. Kun je hier een passend onderschrift bij bedenken? Ja, ik dacht dat... Scheringa zegt, Gerrit, ik ga je ontslaan. Ik heb de fotograaf gesproken, die heeft hier goudgeld aan verdiend. Ja. Want hij wordt heel veel afgedrukt. Maar wat viel er nou te lachen eigenlijk? Weet u het nog? Nee, dat weet ik niet. Nee, maar er zijn heel veel van die tandartsreclamefoto's van mij. Achterflipperkasten. Ja. Nou, er is een voormalig politicus Frank de Graven van uw partij. Ja. Die is ook door Scheringa aangezocht om daar in het bestuur te komen. En die is vrij snel vertrokken. Ja. Was dat omdat hij deed wat u niet wilde? Namelijk een confrontatie zoeken. Nou, ik ben daar niet bij geweest. En dan moet u Frank de Graven of Scheringa daarover bevragen. Ja. En misschien dat we het straks zullen lezen in het rapport van Scheltema... wat de hele kwestie zal beschrijven. En ik denk dat we dan een beter beeld krijgen van wat er zo in de loop der tijd is gebeurd dan op dit moment. Nog één vraag voordat we straks bij die rapporten uitkomen. Denkt u dat als u bij de DSB was gebleven dat die bank niet failliet was gegaan? Ja, dat vraag je natuurlijk wel af.
Ik durf daar geen antwoord op te geven. Het zou arrogant zijn om te zeggen dat het dan niet gebeurd zou zijn. Want dat is een beetje de wijsheid achteraf en de beste stuurloos staan aan wal. Maar u kent het bedrijf heel erg goed. Ik heb me natuurlijk die vraag wel gesteld. Maar ik vind het van hoogmoed getuigd om te zeggen, als ik er gebleven was, dan was het wel goed gegaan. Maar wat had u anders kunnen doen in ieder geval, waarvan u denkt, nou, dat was dan in ieder geval niet gebeurd? Ja, nou, daar denk ik dat ik wel iets op zou kunnen zeggen, maar ik vind dat eigenlijk niet gepast. En ten opzichte van wie niet? Ten opzichte van degene die... Ik bedoel, ik ben daar weggegaan. Ik ben gevraagd om ABN AMRO te gaan doen. Ik heb toen tegen minister Bos en ook tegen de Nederlandse Bank gezegd, nou, er zijn wel veel verbeteringen doorgevoerd, maar het is nog niet klaar. Desalniettemin heeft men gezegd, nou ja, maar ABN AMRO is ook belangrijk, dus ga dat nu doen. En dan vind ik het ongepast dat ik over mijn opvolgersoordeel bij DSB. Wilt u volgens mij zeggen, voor de mensen die nu gedupeerd zijn bij DSB, was het beter als ik er toch was gebleven? Nou ja, dat is wat u wilt zeggen. Nou, dat vind ik... Als ik dat dan even zeg, en u zegt gewoon ja. Het was misschien voor die mensen beter geweest als u was gebleven. Want dat is wat u wilt zeggen, volgens mij. Nou, ik vind het een hele moeilijke vraag. Want je kan nooit de geschiedenis terugdraaien en dan zeggen van, nou ja, ik weet precies hoe het gegaan zijn als ik er nog geweest was. Nee, maar je denkt daar wel eens over, ja. Exact, u denkt dat het beter was afgelopen.